Het is woensdag 25 oktober en de oorlog in Israël is 2,5 week aan de gang, volop. En dat zien we natuurlijk in het nieuws en daar besteden we als Christen voor Israël ruimschoots aandacht aan. Dat doen we door middel van onze liveblog op de website, waarin we u regelmatig op de hoogte houden van actuele informatie en gebedspunten, zodat u kunt bidden. En dat doen we ook door middel van onze uitzendingen hier op het YouTube-kanaal van Christen voor Israël. En vandaag heb ik in de uitzending Koen Carlier, onze veldwerker uit Oekraïne. Van harte welkom. Bedankt. En Kees van Velzen, dominee Kees van Velzen, ook van harte welkom. Dankjewel. Eerst beginnen we even met kort terugblikken afgelopen dag wat er is gebeurd. Nieuwsfeiten die er zich hebben plaatsgevonden. En om te beginnen, de VN, die speelt een hele centrale rol ook in Gaza, in de hulpverlening die ze daar geven aan de bevolking. En de VN-medewerkers die hebben gedreigd om hun werk neer te leggen, omdat er te weinig brandstof is. Ja. Heb jij dat nieuws ook gevolgd? Ja, wat ik daarbij heel opvallend vond, dat als u en UNRWA, die vertelde over, die gaf dat toe en dat werd later weer teruggetrokken, dat ze zeiden ja, maar op het moment dat Israël brandstof levert aan in Gaza, bedoeld voor bijvoorbeeld ziekenhuizen om humanitaire hulp te verlenen, dan is Hamas die dat naar zich toetrekt omdat ze brandstof moeten hebben voor hun raketten. Ja. Alleen dat werd weer snel teruggetrokken, maar ik denk dat daar eigenlijk een heel eerlijk inkijkje werd gegeven hoe het ervoor staat. Ja, nou ja, want gisteren werd er ook door het Israëlische leger een foto vrijgegeven van brandstoftanks die in Gaza zouden zijn en die van Hamas zijn. En het Israëlische leger die zei van nou, als ze dan die brandstof zouden gebruiken voor ziekenhuizen, dan... Die zitten vol. Ja, die zitten wel vol. Ja. Maar dat is best apart, hè, dat je het ene wel hoort in het nieuws. En voor alle duidelijkheid, het is allemaal niet geverifieerd en et cetera. Maar het is heel ingewikkeld, hè. Je kunt niet zomaar dus zeggen van... Nee. Die is fout of die is goed. Nee, en het is wat dat betreft ook zorgvuldig onderzoeken geblazen voor iedereen. En niet al te snel met overhaaste conclusies komen. Ja. En wat dat betreft was ik wel zeer ontgoocheld wat ik gisteren in de Tweede Kamer heb gezien. Maar goed, dat is nog een ander punt. Ja. Hoe daar eigenlijk heel veel antisemitisme was. Ja, en ik aarzel niet om dat te zeggen. Maar terugkomend op datgene wat je net noemde, is van het grootste belang om te bekijken. Bijvoorbeeld, hè, zijn er inderdaad baby's onthoofd? Daar was ook een bepaald moment discussie over. Is dat, hè, toen datgene wat er gebeurde met dat ziekenhuis daar, onmiddellijk... Het is van Israël en 500 doden. Ja. Dat bleek absoluut niet het geval te wezen. Die waarheidsvinding die is superbelangrijk. Die is heel erg belangrijk. Ja. Koen, jij woont zelf in Oekraïne, ook een oorlogsgebied. Ja. Hoe zijn de mensen daar bezig met die oorlog in Israël? Want je werkt heel veel met de Joodse gemeenschappen, die natuurlijk die connectie hebben. Heel veel familieleden die in Israël wonen. Hoe wordt daarop gereageerd? Wel, toen het is voor ons persoonlijk, toen het nieuws ons bereikt op 7 oktober, wat er daar gaande was, waren we natuurlijk met stomheid of waren we eigenlijk allemaal verlamd. Ja. Maar we waren natuurlijk net ook op dat moment bezig om heel veel Joden uit het oorlogsgebied in Oekraïne, uit het oosten, uit het zuiden, te evacueren richting Moldavië voor hun vlucht. En dan ben je natuurlijk onderweg en dan bereikt natuurlijk het nieuws ook van de oorlog, wat er daar gaande is. En hoe langer op de dag 7 oktober, 8 oktober en de dagen daarna. Dan vroegen wij ons af, wat voor impact heeft dat op jullie? Ja, wat gaan die mensen nu meemaken of wat dan ook? Ja. En aan de grens vroegen ze het ook, want ze kenden de douane, kenden ze natuurlijk ook aan de grens. Waarom vertrekken jullie nu naar Israël? Het is oorlog in Israël. Maar die mensen zeiden, we leven al 20 maanden onder oorlog. Mm. En Israël, daar gaan we ons ook toch veiliger voelen. Toch wel. En onze... Israël zal beter toch zijn burgerbevolking kunnen beschermen dan wat we hebben de laatste 20 maanden in Oekraïne hebben meegemaakt. Hey, we gaan er zo meteen verder over praten, maar ik weet dat jij ook het Nederlandse en het Belgische nieuws volgt, ook als het gaat over Israël. Ja. Er wordt op sociale media heel erg sterk gereageerd, heel emotioneel vanaf beide kanten. Nu heeft de coördinator antisemitisme hier in Nederland, die heeft laten weten dat hij snellere handhaving wil bij online haat. Zie je dat ook terug, zeg maar, dat
mensen heel erg heftig reageren en dat het omslaat in haat tegen Israël? Dat is natuurlijk het vervolg natuurlijk. Ja, in het begin was er toch wel meer, nadat er wat 7 oktober was gebeurd, was er toch veel een kozen toch de kant van Israël. Terroristen die hadden moorden gepleegd, enzovoort, enzovoort. En dan plotseling gaat natuurlijk het ganse nieuwsmedia is gericht op wat er in de Gazastrook gebeurt. Ja. En dan wordt er vergeten wat er eigenlijk is gebeurd, de aanleiding. Ja. En dan natuurlijk worden allerlei beelden op ons losgelaten. Mm. En natuurlijk, dan kiest men, is er vlug een kant gekozen dat men nu meer terug de kant kiest van de Palestijnen. Ja. Kees, je noemde al net hoe Israël ook besproken wordt in de politiek. Nu heeft de politieke partij DENK, die heeft vandaag zijn verkiezingsprogramma gepubliceerd. Volgens mij was het gisteren al uitgelekt. En dit is een van de dingen die in dat verkiezingsprogramma staat. Ja. Kun je daar even een toelichting aan geven? Wat we hier afgebeeld zien is dan eigenlijk een soort schema van Israël met daaroverheen de Palestijnse en niet de Joodse vlag. Aan de rechterkant geldt dat daar de rivier de Jordaan is, vandaar de kreet die nu DENK en BIJ1 officieel geadopteerd hebben. From the river, van de Jordaan, to the sea, voor ons aan de linkerkant, Palestine will be free. Mm. Daar werd hij op gecorrigeerd, Stefan van Baarle van DENK, door de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Bergkamp, en die zei, ik wil dat niet horen, gaan we niet doen. Maar het lijkt ook wel een soort van doodvonnis voor Israël, want als het Palestijn wordt, dan hebben Joden geen plek daar. Nee, precies. En dat werd door hem ontkend. Hij zei, nee, hij zegt, ik wil gewoon dat er een staat komt die zowel voor Palestijnen als voor de Joden de mogelijkheden biedt. Ja. Alleen, dat betekent in de praktijk dat als je met Hamas en ook met Fatah zit, die nog altijd, bijvoorbeeld P4SLE kwam ook nog langs gisteren, terecht door het ChristenUnie. Leg even uit, wat is dat ook weer? P4SLE, dat wil zeggen dat er van Fatah, dus aan de zogenaamde Westbank, Judea Samaria, met Abbas, bezocht door Rutte, door minister-president Rutte deze week, dat daar geldt dat op het moment dat jij Joodse mensen vermoordt, n'importe wie, maakt niet uit, baby's, kinderen, dan word je daarvoor betaald. To P4SLE, betalen om De slachten eigenlijk. Hè? Ja. En dat gebeurt dus op zo'n schaal, moet je je voorstellen, dat zijn dan, zo heet het dan voor sommige mensen, vergeleken met Hamas, gematigde Palestijnen. Vergeet het, dat P4SLE geldt. Als je die mensen, die je nooit erkend hebt als Israël, gaat zeggen, oké, we maken er nu een volkomen gelijkwaardige staat van, maar dat moet dan, dat zijn van Marle trouwens ook, Palestina gaan heten, dan weet je, het gevolg is een genocide op het Joodse volk. Dat werd in het Nederlands parlement gisteren, ja, je hoort, daar ben ik verontwaardigd over, werd dat gewoon zo even meegedeeld. Ja, wat op zich bizar is. En ook dat het zo duidelijk in een verkiezingsprogramma. Ik heb precies hier ook alle punten. Je wordt er ook niet heel blij van. Daar word ik zeker denk niet allemaal van plan is. Maar hoe moet je daar dan mee omgaan? Ik bedoel, we zijn in een vrij land. Ja. We leven in een democratie. Je mag roepen wat je wil. Maar hoe ver gaat dat volgens jou? Dat gaat zo ver als dat echt in feite opgeroepen wordt om mensen te beschadigen, om mensen te vernietigen. En daar stellen wij de grens. Ja. Je mag van alles beweren in een democratie, je mag protesteren, je mag een A12 barricaderen, zoveel als je wilt in feite, maar je mag niet oproepen tot geweld. En dit is wel degelijk geweld, wat de woorden van meneer Van Baarle ook zijn, en die probeert een beetje te verzachten. Mm-hmm. Nee, het was duidelijk. Je zag ook de emoties bij bijvoorbeeld Sylvana Simons zeer hoog oplopen. Ja. Je hoorde het bij de meneer Dassen van Volt, die we zelf, er werd gezegd van je kunt nu wel gaan schreeuwen hier. Je ziet dat dit zaken zijn, Sarah, die heel diep ingrijpen en die mensen compleet tot op de bodem motiveren. Ja. En dat maakt in principe alle discussies wel erg lastig. Ja, ik ga straks ook nog met jou doorpraten over van hoe je dat soort gesprekken dan in de kerken voert, want die discussies misschien niet zo hoog oplopend, maar ze zijn er wel degelijk ook ik in de kerken. Ik denk soms nog hoger oplopen, Gaan we het zo over hebben. Eerst naar Koen. Koen, want jij woont dus in Oekraïne, daar hebben we het net over gehad, maar jij gaat morgen naar Israël. Ja, dat gaan we met Roger van Noord. Ja. We hebben natuurlijk met onze actie Breng de Joden Thuis, hebben we al nu meer dan 20 jaar hebben eigenlijk duizenden families gebracht vanuit Oekraïne naar Israël. Ja. En ook speciaal tijdens de oorlog hebben natuurlijk een hele evacuatie-uittocht voorbereid, waar we bij betrokken. En ook heel veel van die mensen, en wie vertrok er dan eigenlijk? Het is nu 20 maanden al oorlog in Oekraïne. Ja. En wie vertrok er dan vanuit de Oekraïne? Jonge moeders met kinderen, ouderen. Mm-hmm.
holocaust-overlevenden, zieken en zwakken. Ja. Dat waren eigenlijk de meeste mensen die vertrokken. Want de mannen, die tussen de 18 en 60, of te zeggen dat je drie kinderen hebt, moesten achterblijven. Ja. Dus, maar ook heel veel van die immigranten of repatrianten of alim zijn in kibbutzen terechtgekomen. Want al meer dan 10 jaar ondersteunde Christen voor Israël een integreringsprogramma, First Home in the Homeland. Mm. En meer dan 55 kibbutzen doen eraan mee. Ja. Ook heel verschillende kibbutzen die langs de Gaza-stroken liggen, waar eigenlijk jonge families 5 maanden in zo'n kibbutz de talen leren. Ja, ja. Dus daar wonen ze ook 5 maanden. Dus we hebben ook nog contacten met ook heel veel andere olim die we hebben gebracht. Dus jullie gaan die mensen opzoeken om te kijken hoe het met ze gaat? We gaan spreken met de leiding, met het Joodse agentschap, hoe de situatie nu is. Ja. Kijk, de laatste vluchten met olim vanuit Oekraïne via Moldavië waren op 10, 17 en 19 oktober. Mm-hmm. Nu is het ook eventjes een vraag, wat is het met de volgende vluchten? En ook, volgende week zou er ook een groep van jonge kinderen, 16 plus, vertrekken naar Israël met een studeerprogramma. Ja. Dus ook eventjes kijken of dat allemaal ook doorgaat. We zijn betrokken met het vervoer, met de praktische kant. Ja. En ook of ook die ouders die kinderen zullen laten gaan. Ja, dus, want wat ik me afvroeg, hè, want we hebben in onze livestreams op onze website heel veel aandacht gegeven de afgelopen 1,5 jaar aan Oekraïne natuurlijk. Ja. We hebben mensen gezegd van je moet Oekraïnse Joden steunen die op weg willen naar Israël. Ja. Maar ze komen, om het even lief te zeggen, van de regen in de drup. Sedert 7 oktober, degenen die vertrokken zijn na 7 oktober, komen natuurlijk van oorlog en oorlog. Ja. Maar dat zijn ook al heel veel mensen die we nu nog brengen, die eigenlijk al niks meer hebben. Die eigenlijk de oorlog ook ontvlucht zijn. Ja. Er zijn ook meer dan 1 miljoen interne vluchtelingen in Oekraïne zelf. Ja. Die nu eigenlijk hebben besloten, we vertrekken nu naar Israël. En die hebben natuurlijk, die vertrekken voor de oorlog in 7 oktober. Die vertrokken al met heel veel stress, met de documenten aan de grens enzovoort. Stress, en natuurlijk is het nu heel veel vraagteken. Ja, maar de meeste van die mensen hebben ook al familie en vrienden. Die weten ook al waar ze terechtkomen. En die bellen ook, moeten we nu nog komen of niet? Want eenmaal die mensen in Moldavië zijn, wachten op hun vlucht. Mogen ze zelf nog kiezen de dag voordien of ze mee willen met die vlucht of niet. Maar ze kiezen mogen hun vertrek uitstellen. Sorry? Kiezen ze er dan wel voor om te gaan? 80% kiest om te gaan en 20% wacht nog even af. Ja. Maar ze zitten eigenlijk in een soort, degenen die nu afwachten, zitten eigenlijk in een soort niemandsland. Ja. Want ze kunnen niet terug naar de Oekraïne en ze willen voorlopig ook eigenlijk nog niet gaan tot wanneer dat ze eigenlijk denken, oké, nu gaan we gaan. Zijn er ook mensen die dan in Israël wonen en daar nu zo geschrokken zijn van de oorlog dat ze weer terug gaan naar Oekraïne? Dat zal wel. Die verzoeken hebben ons niet bereikt. Maar ik denk wel dat er enkele Oekraïners of die eventueel daar op bezoek waren, of Oekraïnse Joden hebben gezegd, oké, nu gaan we eventjes terug, niet dat ze voorgoed terugkeren, maar we gaan eventjes terug naar Oekraïne, want daar heb je veiliger gebieden. Ja. En we gaan eventjes terug en dan zien we wel en dan gaan we terug naar Israël. Nog één vraagje daarover. Is het eigenlijk wel de bedoeling dat het Joodse volk nu in deze oorlog terugkeert naar Israël? Ik denk dat moet ieder voor zich uitmaken. Het Joodse agentschap zal ook wel beslissen hoe het nu verder moet met de Aliyah. Ja. Laten we de Aliyah doorgaan, want er zijn ook heel veel Joden die uit Rusland vertrekken, uit Zuid-Amerika, uit Ethiopië, uit Indië, ook uit Europa. Dus het Joodse agentschap zal ook wel wijs genoeg zijn om te beslissen, laten we eventjes de terugkeer stopzetten of eventjes afwachten en dan zien. Maar de terugkeer ook onder oorlogsomstandigheden waar Israël nu is, zal zeker doorgaan. Ja, en wat zegt Gods woord daarover, de Bijbel? Want daar staat het natuurlijk talloze keren in. Wel, er staat ongeveer 800 Bijbelteksten in de Bijbel over de terugkeer. En we hebben natuurlijk gezien ook met de oorlog dat er staat vlucht uit het Nederland en red jezelf naar Sion. Dat is ook heel, heel duidelijk. Maar toch een vers dat ik eventjes wil lezen met jullie, dat ik afgelopen dagen las. Dat is een tekst uit Jesaja hoofdstuk 2, vers 4 en vers 5.
En hij zal rechten tussen volk en volk en recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. En zij zullen de oorlog niet meer leren. Dat is een hele mooie belofte. Ja. En als je eventjes in de praktijk zou denken, als we nu, ja, waar zijn voor honderden miljoenen euro's wapens in de Gazastrook, ja, wisselt dat een keer om, was er nu voor honderden miljoenen euro's aan voedsel. Ja. Ploegscharen. Ja? Ja. Of ploegscharen. Hoe zou de wereld er niet anders uitzien? Ja? Ja. We zijn in Oekraïne, zo'n prachtig, machtig, groot landbouwgebied. Ja. Ja? En nu wordt het de oogsten of wat dan ook worden vernield. Je bombardeert graanschuren, opslagplaatsen, haven en infrastructuur. Dus als je denkt, als wat er geïnvesteerd wordt in de oorlog, zou het gebruikt worden tot de ploegscharen. We leven in het aards paradijs. Ja. Toch zegt de Bijbel dat die dag eenmaal zal komen. Dus daar mogen we op vertrouwen, ja. Amen. Ja. Kees, hoe reageer jij daarop? Want het lijkt inderdaad een soort van illusie als je kijkt naar wat er gebeurt, zowel in Oekraïne als in Israël, van dat ooit gaat gebeuren, dat die wapens worden omgesmeed. Nou, ik ga het zo voor zeggen, maar sta mij toch toe om deze man, deze broeder toch te complimenteren. Want dit is echt een onverschrokken Vlaming die met Gods hulp zulke prachtige dingen doet. En dat vind ik zo bijzonder, ook een voorrecht om jou hier te hebben trouwens. Maar het feit dat dit is het beeld, denk ik, wat jou en ook mij trouwens bezighoudt. Namelijk, er komt vrede. De Heer Jezus, hij gaat terugkomen. Ja. De zaken gaan anders worden. Nou is het probleem alleen, hebben we niet afgesproken, maar ik heb net toevallig de tegenovergestelde tekst hier, als ik één bladje omsla voor me, dat wordt gesproken over dat er ook kennelijk nog een moment komt van smeed je ploegscharen tot zwaarden en je snoei messen tot speren. En dat staat absoluut, dat is in Joël hoofdstuk 3. Ja. Laat de zwakke zeggen, ik ben een held en snel komt de hulp. Maar er wordt gesproken over het moment dat er ook nog iets anders gaat gebeuren en dat de heidenvolk worden opgeroepen om dit te doen. En kennelijk dat er nog een confrontatie gaat plaatsen. Ik weet dat niet, maar ik weet wel, ik las iets van dominee Arenda Haasnoot. Ja. Die schreef op Facebook, ze zegt van met alles wat er nu gebeurt, kan ik mij voorstellen dat letterlijk alle volken zich toch tegen Israël aan het keren zijn. En dat juist het moment gaat worden waarop de Almachtige beslissend gaat ingrijpen. Ik vond het een heel interessante gedachte, omdat het zo ontzettend snel gaat. Het gaat heel erg snel, hè? En wat ik ook merk, want dat zeggen we elke dag in deze uitzending. En zodra de uitzending online staat, is die alweer achterhaald, omdat er zoveel tegelijk gebeurt. En ik merk ook in mijn omgeving, en we merken dat ook met reacties van kijkers en van luisteraars, er is heel erg veel boosheid op bijvoorbeeld de media of de politiek of de kerk. Helaas. De verontwaardiging die staat al gauw om, zeg maar ook vanwege de emoties, in boosheid. Hoe kun je zoiets voorkomen? Kijk, jij, Sarah, bent verschillende keren geciteerd toen jij op de Dam stond. En ik zat, mijn vrouw was daar aanwezig, maar ik zat veilig daar. Ik kon er niet bij, dus ik had er ook bij willen wezen. Toen jij zei, lieve mensen, als jullie zo meteen weggaan, berg alsjeblieft je vlag op. Dat is zo vaak langskomen. Ja. Dat in Nederland moest gezegd worden. Ja. Terwijl notabene Extinction Rebellion gewoon daar in Rotterdam, op de Euromast, gewoon de Palestijnse vlag projecteert. Het was heel gedoe natuurlijk, hè, of Rotterdam wel of niet. Er kwam geen Israëlische vlag. En mensen voelen, jongens, dit klopt niet. En ook wat ik dus dan gisteren vernam, dat het narratief, het verhaal wat je steeds hoort, 75 jaar onderdrukking door Israël, geen woord over het feit dat niemand ooit Israël heeft geaccepteerd, Hamas, Fatah, volgen van de PLO, et cetera. Geen woord over het feit dat vanaf 2005, toen Israël het weggaf, dat daar aanvankelijk ging het nog wel en was er enigszins verkeer mogelijk. Vanaf 2007 werd Israël
wekelijks ongeveer getrakteerd op rakettenrijden. Toen Hamas de macht overnam. Toen Hamas inderdaad, overigens legaal, het was verkiezingen, de macht in. Vanaf dat moment is er nooit meer één verkiezing geweest. Nee. Is ook zijn Fatah leden ook vermoord daar. Dat hoor je niet en er wordt steeds gedaan alsof Israël daar, in, letterlijk gezegd deze week, in Arabisch land, daar hebben ze gewoon ingepikt. Dat is absoluut onjuist. Ja, maar we zien het allemaal gebeuren. Ja. We proberen ook met onze uitzendingen daar feiten tegenover te stellen. Maar alsnog kan ik me voorstellen dat heel veel mensen denken, ja, maar waarom luisteren mensen niet meer? En dan komt die boosheid toch omhoog. Kun je als christen over dit soort dingen, mag je daarover boos zijn? Ja, want er wordt gesproken, ook wel staat ook voor hem, wordt boos, maar zondig niet, verontwaardigd, zondig niet. Ja. Ik vind, ik maak me daar druk over tot het moment dat ik, als ik dan, ik heb een aantal namen genoemd van Baren, Simons en dergelijke, tot ik dan zeg, heb ik nou een hekel aan deze mensen? Dan denk ik nee, want zij vertegenwoordigen iets waar ik absoluut mee oneens ben, maar de strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten in de hemelse gewesten. Ja. Dus ik mag ook bidden dat een Van Baarle dingen gaat inzien, dat Sylvana Simons die dan ook gaat stoppen, dat die dingen gaat inzien. Mm-hmm. En dat maakt het dus voor mij makkelijker om voor te bidden. Ja. Maar tegelijkertijd ben ik verontwaardigd over het volkomen verkeerde voorstelling geven van zaken. En dat, Sarah en Koen, dat gebeurt op dit moment echt. Ja. En het is niet een complottheorie, maar dat zijn simpelweg de feiten. Ja. Het feit dat het NRC, dat was vroeger NRC Handelsblad, een van de gerenommeerde kranten van Nederland, dat die tot nu toe nog altijd, op pagina 17 geloof ik, iets heeft gezegd over hun kolossale vergissing door de dood, zogenaamd, van 500 mensen, te noemen als een feit wat Israël gedaan had, heeft voor zoveel gezorgd. Ja. Sommigen hebben het teruggenomen, maar niet allemaal. Anderen niet. Nee. En laten we daar kritisch op zijn en die strijd dus voeren, eigenlijk zonder aanzien des persoons, en blijven ook in kerken en gemeenten, want je zei het al, en ik zei nou, in kerken zie ik ook clashes komen. Ja, want hoe moet je daar dan mee omgaan? Ja. Dat was precies mijn volgende vraag. Die discussie is niet alleen wij tegen de anderen, maar binnen families en binnen kerken. Mensen die diametraal tegenover elkaar staan. Ja. Dus mijn vraag eigenlijk aan jou is, stel iemand kijkt en die is oudste of ouderling in de gemeente en die heeft zo'n gemeente met de ene persoon die zegt, ja, we moeten bidden voor Israël, we moeten opstaan, we moeten de verkondiging over Israël moet op orde zijn, en de andere die zegt, ja, maar ik trek me het lot van de Palestijnen aan. Ja. Daar moeten we wat mee doen. Ja. Wat moet je dan? Ik heb dat geprobeerd afgelopen zondag in Hilversum te mogen doen door te spreken over Gods verlangen vanuit Genesis hoofdstuk 12, de roeping van Abraham, waar het woord zegen, 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 zegen voortdurend langskomt. Ja. Dus de Heere God wil zegenen. De boze, de tegenstander, de duivel, de diabolos die alles kapot wil maken, de mensenmoordenaar wil dat kapot maken. Ja. Dus dat gaat om zegen en die lijn loopt via Isaac. Maar Ismaël wordt ook genoemd, hè? Dat moeten we vasthouden. Ik heb hier voor me liggen Joël hoofdstuk 3, waarbij de profetie is deze, dat de Heere God in die dagen, in die tijd, dat Israël terugkomt, een omkeer zal brengen in die gevangenschap van Juda en Jeruzalem, en alle heidevolken bijeenbrengen, hen doen afdalen naar het dal van Jozefat, dus mijn zin is de Kidronbeek tussen Jeruzalem en de Olijfberg, en zegt, daar zal ik met hen, spreekt God, een rechtszaak voeren vanwege mijn volk, en mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben, mijn land hebben zij verdeeld. Als christen zul je antwoord moeten geven op en Genesis 12 en veel andere teksten, Jeremia 31, noem het maar op. En ook Joël hoofdstuk 3, wat komt na dat prachtige gedeelte over die jongeren, de jongeren zullen dromen, oudere gezichten zien, wat we zien vervuld worden met Pinksteren, zie Handelingen hoofdstuk 2. Daar moet je als gemeente het gesprek, lieve mensen, van wie is dit land? Van wie is dit land? En dan zul je, als je de Bijbel enigszins serieus neemt, moeten zeggen, oké, hier staat de Almachtige achter. En als er staat, ik zal zegenen wie Abraham en zijn nakomelingen, ook in de kader van zien en lees de rest van Genesis, Isaac, die zal ik zegenen, en wie hen vervloeken, zal ik vervloeken. Dat betekent dat je als kerk het risico loopt om de Almachtige tegen je te krijgen. Realiseer je je dat? En dan kan ik echt oprecht verwijzen, ik maak hier even reclame voor in dit geval een stuk wat Willem Ouweneel heeft geschreven, de 14 punten, waarvan stond op 7 vandaag, waarvan hij zegt,
dit moet je weten als het gaat over dit conflict. En dan zeggen ze Joden-Palestijnen. Ik zeg Joden versus Hamas. Hmm. En lees... Ik zal even zorgen dat dat artikel ook op onze live komt. Ome Willem heeft het heel goed gedaan. Ja. Oprecht. Maar 14 punten, waarom... 14 punten waarin hij klip en klaar, en dit is het handboek op dit ogenblik, vind ik, voor elke kerkenraad die zegt, jongens, laten we nou eens, we hebben het over de Bijbel, dat is primair, want je hebt het over de gemeente van de Heer Jezus Christus, nietwaar? En die is een pijler van de waarheid. Een kerk moet een pijler, daar moet je kunnen komen om de waarheid tegen te komen. De waarheid is Jezus, maar er is ook wat hij zegt over allerlei zaken, wat de Bijbel erover zegt. Maar zeg dan, ga dan met dat stuk van Willem Ouweel aan de hand, zou ik zeggen, ga met elkaar hier het gesprek over. Ja. En kijk, en zeg dan uiteindelijk, lieve mensen, de Heer Jezus is, en God is even goed bewogen met mensen in Gaza. En ik kwam iets tegen van Badr Hari, voormalige kickboksenkampioen. Mm-hmm. De laatste wedstrijd ging wat minder. Maar hij schreef van, ja maar ik zie in de straten helemaal geen gevechten in Gaza tussen Israëlische militairen en mensen. Mm-hmm. Israël stelt er nog steeds uit. Hè? Ja, het schijnt dat Netanyahu daar echt heel op tegen is. Dat grondoffensief. En toen heb ik daarop gereageerd en geschreven als het is gepubliceerd. Ik zei, ja, natuurlijk. Israël vecht niet tegen Gazanen. Israël vecht tegen Hamas. Die zitten namelijk onder die straten in die tunnels. En die zitten onder ziekenhuizen met een centra. Dat is een feit wat er is. Ja. En dat moet echt gezegd worden. Ja. Waar kunnen we ook concreet voor bidden? Gaan we even noemen, jij ook. En daarna mag jij bidden. Mag je een voorbeeld geven wat me afgelopen week is overkomen? Mm-hmm. En we kwamen elkaar daar trouwens ook tegen in het prachtige Antwerpen. En er was een solidariteitsbijeenkomst. We zouden dat met de Shalva-band doen, helaas. Die kon niet komen. Die kon er niet komen. Nee. Dat zou zo mooi geworden zijn. Mm. We hadden daar een bijeenkomst. Die middag, dat was op een donderdag, had ik een bidstond bij de NEM, waarbij ook Christopher Israël, wij betrokken waren. Ik heb er iets mogen zeggen, gebedspunten doorgeven. Ik denk dat er 100, 120 mensen waren. Ja. Misschien waren er 80, maar ik had het gevoel, nog meer dan dat. In groepen, daar werd gesmeekt en gebeden voor Israël, voor bescherming. En voor de Gazanen ook natuurlijk. En bekering van Hamas-mensen, noem het maar op. Toen mocht ik door naar Antwerpen. Nou, het was nog spannend, want ik moest er om 7:30 zijn. Ja. Ik kom daar en toen kwam de Israëlische ambassadeur binnen. Je hebt het ook gezien. Esther Rosenzweig Abu. Mm. Prachtige naam. En die dame, schat van een mens, stond op het podium met haar bodyguards erbij. En hield een geweldige toespraak. En was in tranen toen zij vertelde van een man in Tel Aviv die daar zat. En geen kant uit kan zeggen, mijn vrouw en mijn twee dochters zijn krijgsgevangen. Mm. De foto's staan hier ook in deze mooie studio. En toen ging zij weg. En want ja, ze moest natuurlijk weer weg. En ik ging achteraan en David van de Putten, die dat regelde, die zei, ja, ga even met de praat. En ik zei dit. Ik zeg, madam ambassador, ik kom net uit Nederland van een bidstond waar u hebt gebed gevraagd. Het is net in Nederland gebeurd en niet alleen daar. En ze stond letterlijk met tranen in de ogen. Hmm. Toen zei nog iets, ik had er op televisie gezien, heel knap hoe zij ook daar de zaak van Israël verdedigde. Hmm. Ik zeg maar, you were composed, je deed het zo goed. Ik zeg, en ik weet iets van tv en dan zie je jezelf terug en dan denk je, had dit en dat moeten doen. En toen keek ze maar, toen zei ze, may I hug you? Natuurlijk, hè, dat in alle zuiverheid. Hmm. En toen dan lees ik in Jesaja, troost, troost mijn volk. Zullen we alsjeblieft dat doen? Ja, zeker weten. Zullen we bidden? Ja. Heere God, Heer, we willen uw volk troosten. Heer, uw woord zegt het zo, u kunt troosten zoals geen moeder kan troosten. Heer, we bidden om troost. We bidden ook, Heer, dat u vrede brengt in deze hele situatie. Heer, als ik ook denk aan Gazanen die gewoon als levend schild gebruikt worden. Heer, geef doorbraak. Heer, geef ook bescherming. Heere God, we bidden om vrede, de vrede van Jeruzalem en het hele gebied. Heer, ik roep u aan, Heere God, dat u zich ontfermt en dat u bescherming geeft, dat u de plannen van de vijand verstrooit. En Heer, weten dat u zult komen, Koning Jezus. En wat zien we dan eruit? En Koen heeft het gelezen, Heer. Er komt dat moment dat zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegscharen.
Heer, dat dat moment spoedig mag komen. Opnieuw noem ik u, heren, de bijzondere situatie in het land Iran, de grote vijand van Israël, en tegelijkertijd de plek van een opwekking, en waarin mensen gaan zien, als ze de Bijbel serieus nemen, heren, en dat doen ze daar dan ook, dat dit land Israël, het beloofde land, is gegeven aan het Joodse volk. Heer, we roepen u aan. Heer, geef doorbraken. In uw naam, Koning Jezus. Amen. Amen. Dankjewel, dominee Kees van Velsen. Dankjewel, Koen Carlier. En u thuis natuurlijk ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken raken en betrokken blijven door op onze website te kijken naar het liveblog van Christen voor Israël op cvi.nl/actueel. Daar kunt u alle informatie vinden en ook actuele gebedspunten. Dan zullen we ook zorgen dat het artikel wat Kees net heeft genoemd, dat dat er ook op komt te staan. En u kunt ook Israël ondersteunen. Christen voor Israël is sinds 7 oktober een noodfonds gestart, met waarin we allerlei projecten in Israël ondersteunen met de eerste noodhulp die nodig is. Onder andere ook wat Koen vertelde, First Home in the Homeland, voor nieuwe immigranten uit Oekraïne die opnieuw in een oorlogsgebied komen. We doen wat we kunnen en we zijn dankbaar ook voor de vele giften die we ontvangen. En u kunt het werk blijven steunen en dat kunt u doen via onze website cvi.nl/noodfonds. Tot slot nog een praktische mededeling, want morgen hebben we geen uitzending vanuit deze studio. En dat komt omdat we 's avonds een livestream hebben vanuit Dordrecht. Er is een concert morgen vanuit de Grote Kerk in Dordrecht. Dat begint om 8:00. Samenzang begint al 8:15. Onder leiding van Jan Quintus Zwart, die leidt het Holland Koor en een aantal andere koren. En volgens mij prachtige muziek, orgel, piano, panfluit. Een solist komt er. Dominee Kees van Velsen gaat er spreken. Dus u kunt erheen gaan. U kunt zelf naar de Grote Kerk gaan. Morgenavond om 7:45 begint het. Toegang is gratis en iedereen is welkom. Je hoeft niet aan te melden. Maar als het voor u een beetje lastig is of u woont wat verder weg, dan kunt u ook aanhaken via de livestream van Christen voor Israël. Het is een aanrader. En juist ook op dit moment om achter Israël te staan, om dat als Israëlvrienden samen te doen, om echt te laten zien aan Israël van jullie hebben vrienden en we staan achter jullie. Dus ook dit van harte bij jullie aanbevolen. Nogmaals heel hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.